met voor de pubercrossers Jans Wiersema. Voor SC Geldermaals en Remco Nijkamp en Lamme Broekmolen. De derde crossers met Henk de Jonge. Lichte voordeel Erwin te Koolsteen. Nijkerk met Jan van Dopseler. En lichte voordeel met Soep Breuk. Succes! Klassers vraag, maar zeker niet de mensen. Dan kan ik al zien, een hele goede stap terug te voren. Dan denk ik, Soep, ja inderdaad, Soep inspringen uit achterwielen. Maar dat is denk ik dezelfde manier op deze leden. Ondertussen hebben we Jan naar positie nummer 2. Hij ging nog wel eens onderuit in de bocht vandaag, maar het krijgt. Hij blijft weer in de finale op de voet. Maar het gaat, moet je kijken wat deze man op pak aan meters hoog. Zelfs pikken de man door de bocht. Dan gaat het even net zoals met Soep op de laatste stuk. En kan Jan erop om te profiteren. Kan Jan nog ergens gaatje vinden. Het lijkt er niet meer op. Op positie nummer 3 is denk ik ook onderdeel van Erwin te Kloosen. En zo rijdt hij de hele dag in hetzelfde treintje hier. En de overwinning gaat naar Luchtenborgen. Gaan mee met Soep.